We leven in de 21ste eeuw en identiteit is aan het opkomen, terug aan het opkomen. En ja, identiteit is zeer belangrijk omwille van een aantal factoren. Ten eerste, het is een kader waarmee we naar de buitenwereld kijken, waarmee we onszelf definiëren naar andere individuen, maar ook naar andere gemeenschappen. En daardoor heeft identiteit toch een zeer belangrijk gewicht gekregen in onze samenleving, in de wereld. De wereld is een dorp geworden. Waarmee ik wil zeggen is dat bijvoorbeeld via sociale media informatie veel sneller bij ons terechtkomt, maar ook andere soorten vormen van denkwijzes, ideologische stromingen. Maar een individu of een gemeenschap heeft die één identiteit, maar verschillende identiteiten, meervoudige identiteiten. De context is belangrijk. Ik heb het een paar seconden geleden gezegd. We leven in een samenleving waar informatie nu veel sneller beschikbaar is. Een Chinees bijvoorbeeld moet maar de TGV pakken uit Parijs en is direct al hier in Vlaanderen. Waardoor er toch ons een bepaald kader voorhanden is om met andere mensen, andere culturen, andere denkwijzes tegemoet te treden. En dat is het identiteitskader. Identiteitskader is zeer belangrijk de dag van vandaag. We zien wel dat er in deze globaliseerde wereld nood is aan toebehoren. De mensen voelen zich onthecht. Daardoor probeert men zichzelf en ook de gemeenschap of gemeenschappen te herdefiniëren of te definiëren. Daardoor is er ook, zal ik het noemen, authenticiteit. Een soort toebehoren dat natuurlijk geconstrueerd is, maar dat toch een wortel heeft in de samenleving. Dat een bepaalde basis heeft in de samenleving. Je kan niet alles deconstrueren. Mensen hebben kaders nodig om met andere mensen in dialoog te treden. En daardoor is het identiteitskader zeer belangrijk. Om u een concreet voorbeeld te geven van identiteit is onze burgervader hier in Antwerpen, Bart de Wever, is zo'n voorbeeld van de 21ste eeuw. Is op politiek vlak identitair Vlaams nationalist, is op geslachtsniveau lichamelijk een man, is op seksueel niveau een hetero, is een Antwerpenaar op geografisch termen. Dus een persoon of een gemeenschap of een samenleving heeft verschillende identiteiten. En we moeten daar toch op een bepaalde manier mee omgaan. Die verschillende identiteiten die uiten zich in de samenleving in de vorm van diversiteit. Dus we moeten hier eens naar buiten kijken. Je kan het station niet uitlopen en je komt 10 verschillende huidskleuren tegen, 10 verschillende soorten vormen van lichamen, dus 10 verschillende vormen van leeftijden. Dus de diversiteit is aanwezig bij ons in de samenleving. Maar de afgelopen 30 jaar is die negatief gepercipieerd. En waarmee ik wil zeggen is dat we met die erfenis tot op de dag van vandaag mee zitten. Om een eerste punt aan te halen is, begin jaren 80 was de opkomst van het neoliberalisme sterk, nog altijd zeer sterk tot op de dag van vandaag, maar die holde bepaalde soorten vormen van identiteit uit. Bijvoorbeeld een vorm van identiteit die het neoliberalisme heeft uitgehold, is de arbeidersidentiteit. De arbeiders werden gezien als een sociaal-economische klasse die profiteerde, die alleen op subsidies leefde. Dus diversiteit werd dan negatief bekeken.
Neoliberalisme zet ook die verschillende identiteiten in concurrentie met elkaar. En je weet, als je ergens concurrentie toepast, zijn er winnaars en verliezers. Niet iedereen kan een winnaar zijn. En als je dat toepast op de samenleving, heeft dat dramatische en traumatische gevolgen. Dus de opkomst van het neoliberalisme, ja, hier in Vlaanderen hadden we een andere opkomst, en dat was van het Vlaams Blok. De rechtse radicale stroming had een eigenaardige visie op diversiteit. Het Vlaams Blok erkende aan de ene kant diversiteit, maar aan de andere kant percipiëren zij dat ook negatief. Dus twee paradoxale bewegingen. De eerste paradoxale beweging van het niet erkennen van diversiteit spitst zich toe op die Vlaamse identiteit. Ze beschouwt de Vlaamse identiteit als homogeen. Er is één Vlaamse identiteit. Die interne identiteit, die Vlaamse identiteit, die erkenden ze niet in het meervoud. Dus een Vlaming in West-Vlaanderen of een Vlaming in Limburg is voor het Vlaams Blok tot op de dag van vandaag, Vlaams Belang beter gezegd, hetzelfde. Maar in de praktijk, als we in Limburg zijn of in West-Vlaanderen, tot twee verschillende regels die toch een andere beleving hebben van die Vlaamse identiteit. Maar de tweede paradoxale beweging binnen dat discours van het Vlaams Blok, het Vlaams Belang, is het erkennen van de diversiteit van de multiculturele samenleving. Ze erkennen dat er moslims zijn, ze erkennen dat er Turken zijn, Walen, Franstalige Brusselaars, etc. Maar in de negatieve zin, ja, er zijn moslims, maar ze mogen niet meer moslims zijn. Er zijn Walen, maar ze mogen geen Frans niet meer spreken. Er zijn Turken, maar ze mogen geen Turks niet meer spreken. Dus een negatieve erkenning. Dus die twee paradoxale discours over diversiteit hadden ze in zich. De tweede stroming gaat de rechtse radicale stroming van Vlaams Blok, maar gaat ook de traditionele linkse stroming, haar diversiteitsdiscours, had ook paradoxaal twee tegengestelde bewegingen, die het eigenlijk min of meer overeens waren over diversiteit. Je had het eerste denkkader van, ja, we zijn allemaal gelijk. Een Marokkaan is gelijk met een Turk, een Turk is gelijk met een Vlaming. Dus we zijn allemaal mensen. Dus de gelijkheid, het gelijkheidsbeginsel tot in het absurde toepassen. Dus dat zorgde dat identiteit op een gegeven moment onder de mat werd geschoven. En ook die diversiteit die met die meervoudige identiteiten samenging, werd gewoon onder de mat geschoven. Ja, we zijn allemaal gelijk, we gaan de gelijkenissen benadrukken. Maar dan had je een tweede denkkamer, dat daar op voormalen het tolerantie- en verdraagzaamheidsbegrip. De links-traditionele stroming erkende dat er diversiteit was en is. Maar problematiseerde die. Want ja, we moesten dat tolereren, die diversiteit, en verdragen, terwijl tolerantie en verdraagzaamheid twee negatieve begrippen waren. Want wat tolereer je? Ik zal een concreet voorbeeld geven. Een mug die een vervelend geluid maakt, die tolereer je. Iemand met wie je een samenleving moet opbouwen, die moet je niet tolereren, maar daar moet je erkenning aan geven. Dus die tolerantie en verdraagzaamheid, die monden uit in hetzelfde discours, in hetzelfde doel als het Vlaams Belang. Dus de diversiteit onder de mat schuiven. Dus die twee stromingen, die hebben de afgelopen 30 jaar het diversiteitsdiscours zo geproblematiseerd dat we met een erfenis zitten. Maar gelukkig, sinds 2000, sinds de 21ste eeuw, is daar verandering in gekomen. En die verandering is er
gedeeltelijk doorgekomen dat er een aantal interessante allochtone stemmen zijn opgekomen die daar toch een ander discours zijn beginnen te hanteren en dat tot op de dag van vandaag doorgaat. Dat discours is het positief erkennen van het verschil. Een Marokkaan verschilt inderdaad met een Vlaam. Een vrouw verschilt inderdaad met een man. Een Waal verschilt inderdaad met een Brusselaar. Een Limburger verschilt met een West-Vlaming. Maar die verschillen moet je positief benaderen. Om een eventjes, we zijn in de Ramadan, dus ik ga even hier een Koran citaat gebruiken. God zegt in de Koran, we hebben jullie uit man en vrouw geschapen, we hebben jullie uit stammen en volkeren geschapen, zodat jullie elkaar beter zouden leren kennen. Daar draait het om, in het nieuwe diversiteitsdiscours, of daar zou het moeten om draaien, het positief erkennen van verschil. We moeten die verschillen niet in concurrentie met elkaar zien, maar in een relatie, relationeel. Elkaar leren begrijpen, elkaar tot wederzijds begrip proberen te bewegen. Ik zal u een aantal concrete voorbeelden geven. Er zijn een aantal culturele codes, bijvoorbeeld de een Belgische culturele code, die, ik zal zeggen, die heel beledigend kan zijn als je die in de islamitische omgeving zal toepassen, is heel simpel. Het kan heel banaal lijken, maar toch kan vergaande gevolgen hebben. Het roepen van iemand met een ving, ja, hier in Europa, is dat niet beledigend, maar als je dat in een islamitische context of moslim zou toepassen, dat is een heel beledigend cultureel gebruik. Dus als we elkaar beter zouden leren kennen, die erkenning geven aan elkaars verschillende culturele codes, dan zal dat een goede stap zijn al in die richting, om diversiteit positief te erkennen. Een tweede punt is, je moet eens maar de media erop nakijken, de verschillende tijdschriften, televisie, kanalen, die brengen lichamelijke beelden van mannen en vrouwen voor die ze als ideaal bestempelen en waar wij als samenleving aan moeten conformeren. Ook een homogeen denken, geen diversiteitsdenken, terwijl wij als mens, als man en vrouw toch verschillende lichamelijke types zijn die we toch moeten erkennen en die zie je niet terug in de media, die zie je daar je ziet daar een ideaalbeeld, een heel homogeen beeld. Dus dat zijn zo beelden die totaal geen diversiteit uitstralen. En een derde voorbeeld is, we hebben verschillende culturele achtergronden. En het positief erkennen van die culturele achtergronden zou ook als resultaat hebben dat verschillende talen, meertaligheid, zou kunnen worden ingezet in de samenleving. Turks, Arabisch, Berbers, Russisch, om maar een aantal voorbeelden te geven, zijn geen minderwaardige talen ten opzichte van het Nederlands of het Engels. Het positief erkennen van het verschil of van die verschillende linguistische identiteiten zou als gevolg hebben dat we in de praktijk, dus heel praktisch, verschillende talen zouden kunnen aanleren in onze school. De studenten zouden die kunnen gebruiken, zouden zich in die taal kunnen ontplooien. Dus dat zijn concrete uitwerkingen van erkenning van het verschil, het positief erkennen van het verschil.